Dit kan echt niet. Nou, het kan op zich wel, maar eigenlijk ook weer niet. Ik heb nog steeds niet de hele Brawl Pass geclaimd qua rewards. Dat is voor mijn doen vrij bijzonder, want normaal gesproken heb ik de pass al best wel snel geclaimd als het seizoen uit is. Of ik koop het, of ik speel heel veel Brawl Stars, waardoor ik die opdrachten uiteindelijk allemaal voltooi. Afgelopen seizoen iets minder gekocht, iets minder gespeeld, waardoor ik op dit moment nog niet de hele Brawl Pass heb geclaimd. Ik ben er wel bijna, dat moeten we wel zeggen. Ik ben op dit moment bij pad nummer 64. Maar we moeten in totaal nog 6 paden vooruit voordat we natuurlijk deze skin van Pearl kunnen vrijspelen. En die wil ik wel vrijspelen, want het is gewoon een hele vette skin die we natuurlijk gratis kunnen verzamelen. Op het moment dat ik natuurlijk de Brawl Pass voltooi. Nou, gratis is het niet, want ik heb de Brawl Pass gekocht. Maar ja, ik moet er wel even vrijspelen, anders heb ik er alsnog niks aan. Nee, dus we gaan gewoon lekker opdrachten voltooien. Ik ga spelen met Chuck in solo en duo showdown. En dan zorgen we ervoor dat we mooi wat opdrachten voltooien. Zodat we uiteindelijk bij pad 70 natuurlijk gaan komen. Zodat we de nieuwe skin kunnen vrijspelen. En we hebben hier nog een gratis reward. Chuck vervroegt de toegang. We hebben namelijk Chuck gekocht als aanbieding. En dan kreeg je 7 dagen lang elke dag een reward. En aan het eind kreeg je dan uiteindelijk ook de Inferno Chuck skin. Dus dat is wel heel vet. Dus die skin krijgen we er ook bij. Plus nog deze aanbieding. Of nou, aanbieding. Deze heb ik dus ooit gekocht. Die aanbieding van 23 euro. En daardoor kregen we deze rewards er ook bij. 6000 coins, 350 krachtpunten. En nog 150 credits. Voor mijn Mars Room level omhoog is dat hartstikke goed. Dus dat is wel nice. En dan nu de skin van Chuck. Wat natuurlijk ook wel echt een hele vette skin is. Maar trouwens, ik was nog vergeten te zeggen. Als jullie zin hebben in deze video, doe dat duimpje omhoog. 1000 likes zou mooi zijn. Want dan komt de video wat meer bij je aanbevolen. En ja, dat is mooi. Dus word gewaardeerd. En vergeet ook niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Want dan blijf jij op de hoogte van mijn video's. En mocht je mij willen supporten en iets kopen in Brawl Stars of eventueel andere Supercell games, vergeet dan natuurlijk niet de code Bouws in te vullen. Maar laten we nu maar gaan beginnen. Ik ga gewoon lekker spelen. Dan ga ik natuurlijk wel even mijn nieuwe skin selecteren. Want dat is wel leuk. En trouwens, voor degenen die het misschien niet mee hebben gekregen, ik heb de hyperkracht van Pearl gratis gekregen uit de legendarische Stardrop. Insane, dat was echt bizar dat me dat is gelukt. Nou, is gelukt, je hebt daar gewoon mazzel voor nodig. Maar dat was wel eventjes lijp. Maar laten we nu maar eventjes gaan spelen in Solo Showdown. We hebben namelijk nog best wel wat opdrachten in Solo Showdown. Hier hebben we er een aantal. Ook in Duo Showdown hebben we ook een aantal. Maar ik wil eigenlijk eerst de Solo Showdown opdrachten voltooien. Daarna gaan we in Duo Showdown spelen. En dan ondertussen kunnen we die 15 potjes ook halen met Chuck. Zodat we uiteindelijk die opdracht ook gaan voltooien. Want dat moet natuurlijk ook gebeuren. Maar let's go! Eigenlijk is dit niet echt een moeilijke opdracht. Want ik... Oh, ik speel nu tegen bots. De vorige potjes moest ik wel tegen echte mensen. Maar ja, ik heb gewoon maximaal level Chuck. Terwijl dat de meeste andere knokkers waar ik tegen speel dan nog lang niet hebben. Oké, hier. Dit was Marley. Oké, wie is dit? Dit is een Dynamite. Nou, die kunnen we ook sowieso wel hebben. Ja, dankjewel. Ja, het zijn bots, hè. Dan is het toch niet zo moeilijk. Nou, het eerste potje gewonnen. Het was ook tegen bots, dus dat zou ook wel heel raar zijn als we dat niet zouden winnen. Schade hebben we voltooid. Weer 5 gevechten hebben we voltooid. We moeten nog 2 potjes winnen in solo showdown. Dan kunnen we over naar duo showdown. Want dan hebben we die 2 opdrachten ook voltooid. Met nu al 750 tokens erbij. Dus dat gaat mooi snel. Dan denk ik dat we nu al 2 paden omhoog zijn. Ja, we zitten nu al op 66. Dus dan hoeven we nu nog maar 4 paden te voltooien. Ja, dit gaat echt een eitje worden. En bij de volgende overwinning krijgen we ook weer een star drop erbij. Dus met een beetje mazzel krijgen we dan een legendarische star drop. En krijgen we daar gewoon weer iets goeds uit. Zou leuk zijn. Nu moeten we niet tegen bots. Dat zie je meteen aan de knokkers. Maar dat kan je ook wel zien aan de plaatjes en zo die de tegenstanders hebben. Ik zal meteen even die daar neerzetten. Dan kunnen we namelijk gaan reizen tussen perrons. Als ik dat natuurlijk wil. Het is altijd wel handig om dat een beetje in de buurt te hebben. Oh, dat deed hij slim. En waar is die ondertussen? Oké, die was echt bijna dood. Maar net niet helemaal. Oké, hier heb ik in ieder geval eentje erbij. Ik kan hier even eentje neerzetten. Dan heb ik in ieder geval escape. Dat is wel handig. En waar is die ondertussen heen? Oeh, die zit daar zo. Ja, oké, die dog die is ondertussen een beetje aan het weggaan. Kunnen even uitkijken. Oké, nu moet ik hier oppassen. Ik sta eigenlijk aan de verkeerde kant, want mijn treinstations staan aan de andere kant. Ja, dus daar moet ik eigenlijk een beetje bij in de buurt blijven. Die dog, waar zit die ondertussen? Oh, die kunnen we hier misschien hebben. Die guy, ja, dat is mooi. En dan kan ik altijd nu wel weggaan. Oké, ik kan nu dus wegwezen. Oké, dat is handig. Ja, dit is wel echt een ultimate escape. Dan moet ik hier wel oppassen, want alsnog ga ik bijna dood.
Wat gaan we doen? Ik heb bijna mijn leven er weer bij. Dan durf ik het duel met jou wel aangaan. Nee, niet 2 tegen 1. Oei, joh, ik heb 1 HP. Hoe dan? Oké, nou, uiteindelijk gaan we wel dood. Oké, dat was wel bizar. Dan moeten we nog een potje spelen, want ik moet natuurlijk wel even die overwinning halen. Ja, dit potje lijkt er al wat meer op. Nou, lijkt er meer op. Het is al meer, want we zitten nu in de top 3. Hij heet bot 1, maar het is geen bot, want het zijn wel echte spelers waar ik tegen speel. Ja, dit is een Lola. Die kunnen we ook wel hebben. Ook al doet hij wel redelijk wat damage. Oh, donders. Moet ik even hier een hit doen. En die mis ik net. Oké, dit is een beetje balen. Ik heb wel weinig levens, maar Lola heeft ook weinig levens. We kunnen even kijken of ik hier met mijn super kan hitten. En oké, uiteindelijk goed gekomen. Dat scheelt niet eens zo heel veel. Maar dat betekent dat we in ieder geval weer een overwinning erbij hebben. Hebben we de Stardrops binnen. Dus dat is leuk. En met een beetje mazzel krijgen we iets goeds. Maar meestal blijft het wel bij een zeldzame of super zeldzame. Dat is in ieder geval meestal het geval. En de eerste is super zeldzaam. Krijgen we wat coins uit. Oh, het dubbele evenement is voorbij. Ik dacht even dat we 2 zouden krijgen. Is niet het geval. Maar we gaan door, want we willen natuurlijk nog meer opdrachten voltooien. Oeh, dit potje gaat ook wel lekker. 11 krachtpunten. Ja, en tot nu toe slopen we iedereen. Ja, dat... Nou, dit potje gaat ook wel lekker. Die Fang, die dacht ik ga hier even in het midden staan. Nou, dat had hij beter niet kunnen doen. Er is nog 1 knokker over. En die staat hier. Nou, als jij van mij wint, krijg je 100 euro. Ja, dat kan gewoon niet. Dat kan echt niet. Die mis ik net, maar maakt allemaal niet uit. Nee, dat kon hij niet winnen tegen 12 krachtpunten. Maar dat betekent dat we nu weer 2 opdrachten hebben voltooid. Dus dat is wel erg lekker. En dan hebben we weer in totaal 1000 tokens erbij. Of sterker nog iets meer. Dan zitten we nu al op de 68. Nog 2 paden en we hebben het gehaald. Dan gaan we nu eventjes over naar Duo Showdown. Het is misschien ook wel leuk om kandidaat van de dag te spelen. Dat is misschien net zo leuk. Dan kom je nog eens wat leuke maps tegen. Maar hier hebben we ook nog wat opdrachten. Als we 3 potjes winnen, denk ik al dat we het hebben gehaald. We hebben een andere Chuck bij ons. Dus we zijn een Chuck team. Dat is wel nice. De map zelf valt wel mee. Hoe ziek of hoe, ja, hoe nice. Maar soms heb je wel van die geniale maps ertussen zitten. Dat is altijd wel grappig. Oké, kunnen we hier even helpen? Of nou, helpen? We helpen ze eigenlijk helemaal niet, want de kills ze allebei. Ja, op deze manier gaat het wel goed komen. Helemaal als je 2 Chucks bent. Want Chuck is op dit moment best wel overpowered. Oh, hier is eentje. Moet ik even oppassen. Ik kan hier trouwens ook wat teleports plaatsen. Dit midden hier zo is trouwens wel perfect voor Chuck. Want je kan natuurlijk door het water kan je lekker gewoon teleporteren. Moet even die andere Chuck vinden. Die zit hier zo en die kunnen we dan wel hebben. Ja, inderdaad. Nu moet ik wel even oppassen, anders ga ik nog dood. En zijn teammate kwam net terug. Nou, ja, als we hier gewoon een beetje rond blijven staan, dan komt het helemaal goed. Ik zal hier deze ook neerzetten. Dan kunnen we mooi rondjes gaan lopen. En ik zal hier even helpen. Of nou, weer. Ik zeg weer helpen, maar het is eigenlijk helemaal niet helpen wat ik doe. Ik kill ze alleen maar. Oké, die Janet, wat gaat die doen? We kunnen nu die andere Chuck even pakken, dank u wel. En dan kunnen we die Janet ook hebben. Ja hoor, en dan hebben we weer een team uitgeschakeld. Moeten we even oppassen, ik kan trouwens met mijn super even naar de andere kant. En dan gaan we hier die andere teams ook wel pakken, ja. En dan hebben we hier nog 1 team over. Waar komt die rode teleport uit? Oké, moeten we hier even kijken of we die kunnen pakken. Ja, top. Dan hebben we nu nog 1 team over. Die rode teleport, waar komt die uit? Want die hadden ze net genomen. Oh, ik zie dat ze hier trouwens zijn. Die Colette, die kunnen we hebben. Ja, dat is geen enkel probleem. En jou wil ik eigenlijk ook zien te pakken. Ik kan natuurlijk met mijn super hier wat damage doen. En nu kunnen we hem gewoon makkelijk hebben. Easy game. Kijk, dit zijn de leuke potjes. Dan hebben we vet veel damage gedaan. Ik weet niet of dat een opdracht was. Ja, dat was ook een opdracht. Vijanden verslaan was ook een opdracht. En we moeten nog 2 potjes winnen. Nou, dit gaat sowieso lukken om hier even heel makkelijk ervoor te zorgen dat we die tokens gaan verdienen. Ik zie jullie zo meteen als het is gelukt. Ja, het is ondertussen gelukt. We gaan het halen. Oké, mijn teammate gaat hier nog kill maken. Ja, top. Nou, dan zijn we uiteindelijk nog eerste geworden ook. Dus dat is mooi, maar we moesten uiteindelijk ervoor zorgen dat we nog een potje gingen winnen. Dat is nu gelukt en dat betekent dat we nu de hele patch hebben voltooid. Die blink kan ik nu niet verzamelen, want ik heb een maximaal aantal blink. Maar al die andere rewards kan ik wel verzamelen. Krijgen we mooi wat coins erbij. We krijgen credits erbij. We krijgen chroma credits erbij. En dat zorgt ervoor dat we bijna Mars Room level omhoog gaan.
Kunnen we aan het eind van de video even gaan uitrekenen of ik met de Chroma credits die ik dan vervolgens allemaal heb gekregen, ook nu weer erbij, of ik dan voldoende heb om het zeg maar om te ruilen en om ervoor te zorgen dat ik dan uiteindelijk een roomlevel omhoog kan gaan. Dat zou wel echt een dikke flex zijn, jongen, als dat gaat lukken. Want we hebben op dit moment al 600 Chroma credits. Dat is in totaal 1200 gewone credits waard. En hoeveel hebben we nog nodig? Oh, dat gaat al bijna lukken. Oké, ik denk dat het gaat lukken. Ja, dat gaat lukken, want we hebben hier ook weer 70 credits. Met 1200 credits erbij gaan we het gewoon halen. Dus dan kunnen we binnenkort in de video kunnen we een level omhoog. Dus dat is wel echt heel erg nice. Had ik niet verwacht dat dat gewoon nu al zou lukken. Nee, dan zijn we mushroom level omhoog. Zometeen ga ik even kijken naar de topspelers bijvoorbeeld van Nederland en van de wereld. Welk room level hun op dit moment hebben. Of ik een beetje in de buurt ben of dat ik ondertussen al best wel ver ben achter gaan lopen. Maar één ding weet ik wel, ik hoef het niet eens meer uit te rekenen, want ik weet nu al dat we het wel gaan halen. We krijgen hier nog 70 credits erbij, dan zitten we al over de 3500. Ja, dan hebben we minder dan 1000 nodig en ik kan die chroma credits inruilen voor 1200. Dus dan zijn we er nog dik overheen. Nog een keer 2000 coins erbij en nog een nieuwe skin erbij, die toch wel heel erg vet is. Ik vind deze Pearl skin er wel echt vet uitzien. Hij lijkt ook wel een beetje op Rico. Het zou zo een skin kunnen zijn voor Rico, maar ja, het is dus Pearl. Gaan we die natuurlijk eventjes selecteren. Ga ik die skin ook aandoen. Ja, die andere skin die heb ik niet. Die zou ik altijd kunnen kopen voor Blink. Maar ik vind deze skin eigenlijk veel vetter dan die Blink skin. Dus dat is iets wat ik niet ga doen. Maar laten we eens kijken bij klassement. En wat hebben de spelers hier? Hira die heeft al 2 levels omhoog. Woejo, die heeft al 3 levels hoger dan wat ik heb. Dat is wel lijp. En bijvoorbeeld in Nederland, daar zit ze denk ik een beetje op hetzelfde. Ja, die zijn ook ongeveer een level wat ik ook ben. Nou, de meeste zitten nog iets lager. Dus met andere woorden, het is best wel een flex als ik dat level heb gehaald. Maar dat doen we binnenkort in een andere video. Ik bedank jullie nu voor ieder geval voor het kijken. En dan heb ik tenslotte nog mening te zeggen. Dus natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Als jij nou onmiddellijk hebt genoten van deze video, dan vind je de video die hier komt te staan waarschijnlijk ook wel leuk. Dus dan kan je die nog even checken. En druk hierop, dan kan je abonneren en blijf je op de hoogte van al mijn video's. En nog één laatste iets. En dat is het allerlaatste van deze video. Check Bowser.nl voor de Bowser Army kleding. Hoi.